heel snel die bocht. Hups, oké. Okay. Echt geen goed idee. We gaan doen wat superleuks. We gaan vandaag naar de Action en dan gaan we iets superleuks maken. Ik ben met een hele zonnige gast, namelijk... Hallo, ik ben Kelly. En we gaan nu naar de Action toe. Ja, we zijn nu bij de Action aangekomen. Let's go. Oké, nou, als eerste, wat hebben we nodig? Twee kartonnen dozen. Of drie. Oké, het is een pakket. Nou, Malika gaat het doen, want mijn hand is verzeerd. Nou, dan gaan we even uithalen. Oh, nummer 1. Ja, dit ja. Schuin. Was makkelijk. Het is wel gelukt hoor. Even testen hoor. Ja, dit is wel goed. Ja? Ja, even helpen. Kenny, nee, nee. Oké, okay, ver, bruine en wit. Ja, en wit. En geel, hè? Dit gaan we er ook bij doen. Dus 40 cent. En deze, 1 euro. Ja. Dus dat gaat er ook bij. We doen er toch nog één van die. Ja, nog eentje. Bruine verf zit trouwens ook nog in. En blauw verf, want daar nee. Ga... Nee, luister. Daar ga ik nog iets leuks mee doen vandaag. Nee, deze lijn? Ja. 1 euro. En deze? Oké, deze. Want daar hebben we een leuk idee mee met de ramen. Deze rol? Ja. Want... Die kunnen we hebben met maken. Ja. Let's go. Nou, we zijn klaar. Het totaal is 9 euro. En het is eigenlijk niet zoveel. En het is heel makkelijk om mee te nemen. Kijk maar. Toch, Kelly? Ja, super makkelijk. Oh my god. Nou, kijk eens waar we weer zijn beland. En Kelly, wat is er net gebeurd? Ik ging fietsen hoor. Vertel even. Kijk. Ik had dus één hand om deze hele zware tas te tillen met die, want deze hand kan niet zoveel. Maar we gingen 30 km per uur. En ik fietste. Maar zij fietste. Maar een auto, die had dus gewoon haaitanden. Dus wij gaan gewoon verder rijden. Gaat hij midden op de fucking pad, gaat hij stoppen? Terwijl hij haaitanden hebt, dus... Terwijl hij haaitanden had, dus ik reed gewoon door. Dus we gaan niet. Dus rijden we zo hard tegen die auto aan, jongen. En dus zij gaat heel snel die bocht. Wij gaan die bocht om. Slippen we fucking hard op de grond. Met die tas. Nou, vervolgens gaan we weer verder rijden. Dankjewel. Lekker eten, yum yum. Oké, okay. Rijden we dus een fietser aan. En de hele tas die vliegt de andere kant op. Ja, dus ik zal maar niet op mijn achterop gaan. Nee, ga ik ook nooit meer doen. Waar ga je nou doorheen rennen? A few moments later. Nou, hier hebben we alle spulletjes. En wat gaan we maken? Vertel jij het eens. We gaan zeg maar zo'n Halloween huisje maken. Ja, met allemaal kleine dingen. Kasteel. Ja. Oké, we hebben de doos gesnijd. En nu hebben we hem zo binnenstebuiten. Want dan kunnen we hem beter verven. Want anders zie je dit allemaal. Ja, auw. Nou, we hebben hem helemaal uit elkaar gehaald. En dit stukje gaan we bewaren voor decoratie te gebruiken. Dit stukje? Ja. Dit stukje. Ja. Hoge wiskunde, hè? Ja. Oké, nu gaan we de schets maken voor hoe groot het huisje wordt. Ja. Ik heb nu de voorkant en de achterkant gemaakt. Oh. En Malika is bezig met van die schattige papoentjes te maken. Die kan je voor het huis zetten. Ja. Lukt het? Ja. Oké, wat ik nu ga doen is dit helemaal uitsnijden. En daarna ga ik het verven. Auw, auw! Ik verand weer mijn shirt. Oh! Maar niet uit. Gaat ze spookjes maken? Ja. Zo. Ga even als eerste de spookjes. Niet lachen.
de spookjes uitknippen. Ah, vol die lijmpjes toe. Dan hebben we het spookje. Gewoon helemaal knippen. Hupsakee. Auw! Doe je? Slijmpje. Ik brand mezelf. Nou, gaat lekker hier. Dan heb je het spookje. Oké, hier het spookje. Guys. Doe een lijn. Niet tot de vloer morsen, anders ben je er wel. En toch zit het zo op de vloer. Waarom doet het ook weer naar boven iets? Echt een debiel. Oh shit. Oh shit. Knippen we een stukje kreppapier af. Oké, leggen we hem erop en drukken we hem aan. Dan laten we hem nu heel even liggen en drogen. Nou, Kelly heeft het eerste deel van het kasteel uitgesneden. Super cool. Oké, nu is die opgedroogd en gaan we knippen. Oké, dan gaan we nu een gezichtje optekenen. Oké, nou dit lijkt dus gewoon totaal niet op een spook. Het is helemaal fout gegaan, guys. Nou, Kelly is lekker aan het snijden. Weet je wat ik ga doen? Heel lang, zo roze. Ik ga lekker mijn haar een paar plukken doen. Echt geen goed idee. Nou, mijn eerste pluk roze zit erin. En ik blijf langer dan een jaar zitten en ik heb spijt. Oh my god. Ja, dat wil je echt zo. Kijk. Nou, nu moet ik wel doorgaan, want één pluk zit er niet uit, Katie. Kijk. Hoe je? Woehoe! Nou, mijn tweede pluk is ook roze en ik heb fucking veel spijt. Nou, dit is het eindresultaat van mijn haar. Ik vind het echt super pretty. Mijn handjes ook. Kijk, dan mooi. Oh, ziet er echt niet uit, Katie. Nou, Katie is nu aan het lijmen en dan gaan we deze erop leggen. Ja. Ja. Een goede filmer ben jij, hoor. Oké, ik heb dus van die ripstenen gemaakt met spinnenwebben eraan. Vier. Wat ben jij aan het doen? Pomponnetje. Kijk eens, is mijn haar mooi? Oké, nou dit is het eindresultaat. We hebben hem even gedecoreerd. En wat vind jij ervan? Ja, oké. Ik had misschien wel wat beter verwacht, maar we hadden niet meer zoveel zin. Uiteindelijk verveelt het. Ja, het is wel oké. Wat vind je van haar geworden? Ik vind het een beetje heftig, maar... Heel heftig. Alles voor de vlog, hè? Dit is het geworden. Ik vind het wel een beetje spooky, hoor. Ja, ik het spookje ook. Hier zo. Nou, hier hoef je niet op te letten, want dat is de hele binnenkant. Maar ik vind het wel gewoon leuk. Ja, dat is natuurlijk voor... hoe heet die nou? Dracula, toch? Die van Dracula, die meisje. Ja, ja, oké. Nou, ja. Wat vind jij ervan? Ik vind het echt prachtig. Het is gewoon een mooi kunstwerk. Maar we hadden niet zoveel zin, maar... Ja. Gewoon dat. Nou, dat was het einde van deze video. Ik vond het echt super leuk en ook super mooi. Wat vond jij ervan? Ik vond het wel leuk. Ja, oké. Oh, die was echt hard. Oh shit. Nou, dat was het einde van deze video. Ga een duim omhoog, abonneer op mijn kanaal. Als je er weer bent, dan klik als bij een op alles klikken. Later. Tutu. Oh. Oh shit, bro. Oh. Do 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 do.